Amerika is een hele grote biermarkt in de wereld. Het is ook een van de meest competitieve biermarkten van de wereld. En tegelijkertijd vrij ontoegankelijk. En via dit importeurschap kunnen wij nu onze eigen dochteronderneming starten. En is de markt voor ons toegankelijker geworden. Nu is deze importeur vooral gericht op speciaal bieren, Belgische bieren. Nou, jullie zijn onlangs eigenaar geworden van Palm. Is het alleen Palm of wordt het ook Bavaria Pils wat daar over de grote sloot naar Amerika gaat? Wij gaan daar nu via dit nieuwe bedrijf een breed portfolio aan bieren aanbieden. Dus van pilsnerbieren tot hele speciale bieren, alcoholvrije bieren. En daar zullen we op voort gaan bouwen. De laatste maanden is Bavaria veel in het nieuws als het gaat om overnames, uitbreiding, internationaal. Gaan jullie nu ineens extra op het gaspedaal staan wat dat betreft? Nou ja, we zijn natuurlijk internationaal al actief in 120 landen. In die zin hebben we al een hele grote internationale expansie gehad de afgelopen 30 jaar. Maar daar willen we nu verder gaan versnellen. En dat doen we onder andere door dit soort overnames te doen. En zoals we onlangs bijvoorbeeld ook in Engeland een deal hebben aangekondigd met Molson Coors. Om daar meer Bavaria te verkopen. Het lijkt wel alsof Bavaria daar de laatste tijd een beetje een spurtje bij maakt. Extra veel overnames, extra veel focus op het buitenland. Klopt dat? Nou, we hebben de ambitie hoog liggen, de lat hoog liggen. We willen graag inderdaad de groei wat verder versnellen. En dat kan ook. Het bedrijf staat er goed voor, financieel gezien. Dus we hebben de mogelijkheden om die overnames ook te financieren. En daarom denken we ook dat we een deel van die groei op die manier zullen maken. Ja, uw concurrent Heineken in Amerika. Het is heel erg hip als je met Heineken rondloopt. Hoopt u die status ook te bereiken? Of is dat misschien een brug te ver? Nou, wij gaan in ieder geval voor een brede strategie van heel veel verschillende merken. Waaronder dus ook een heel aantal speciaalbiermerken. En wij zullen op die manier op de Amerikaanse markt gaan. We gaan niet per se hetzelfde doen als wat Heineken doet. Maar het wordt wel Bavaria bier? Ja, het wordt absoluut Bavaria bier. En daarnaast nog een aantal andere merken. Ja, Palm, Swinkels. Onder andere, ja. En Rodenbach bijvoorbeeld, ook een merk wat denk ik heel veel potentie heeft in Amerika. Ja, een bierbrouwer uit Lieshout, Goes International, of eigenlijk, dat deed ze al heel lang. Ja, we hadden natuurlijk al distributie, ook in Amerika. Maar nu hebben we een nieuwe weg gevonden om onze groei verder vorm te geven, ook in een land als Amerika. Wat moet dit gaan brengen? Nou, ik denk dat wij toch binnen een paar jaar ook onze markt in Amerika, dus wat we daar nu doen, kunnen verdubbelen op deze manier. En ik denk dat we in meer landen op dit moment aan het kijken zijn hoe we de beste ingang kunnen creëren om groei te creëren voor onze merken. Ja, dan klinkt Welcome to the Family toch anders dan Right, zo. Ja, het is Welcome to the Family. We hebben nu een nieuw importeurschap daar, een nieuw eigen bedrijf. En die gaan we ook heel graag aan onze familie toevoegen.